Oké. Wat moet er gebeuren als je terugkomt van een weekend shows? Ja, dan moet je bed verschoond worden. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Kussens lopen erin. Altijd binnenste buiten. En dan hop. Erin. Hopla. Dat is één. Ik vind dit altijd zo hatelijk. Maar ja, het moet wel gebeuren helaas. Het voordeel bij mij is wel dat in mijn bed kan ik best wel een tijdje gewoon... niet verschonen. Dat klinkt heel vies, maar dat bedoel ik niet. Maar ik slaap natuurlijk ook heel vaak in Rotterdam. Dus dit is mijn appartementje in Antwerpen. En als ik in België moet zijn voor het werk, dan slaap ik altijd hier. En als ik niet in België moet zijn, dan slaap ik in Rotterdam. Of als ik genoeg tijd heb om nog naar Rotterdam te gaan, dan slaap ik daar. Want dan ben ik... bij mijn vriendje. Zo. Ja, dit is dus altijd een gedoe, hè, want die staat helemaal in de hoek. Dus ik moet altijd... Oh. Zo. En nu komt het vervelendste gedeelte. De dekens in mijn moeslaken. En ik wil altijd echt... dat de puntjes goed in de puntjes zitten, want anders irriteer ik me eraan. En meestal doe ik dat zo. Zo, de vloer is ook meteen gevuild. Hoppla. Mijn dekentjes. Ik hou altijd van dekentjes. Staat gewoon gezellig. En dan voelt je dekbed ook iets zwaarder. Dat vind ik altijd lekker voelen. En dit is trouwens een hele leuke, want deze heb ik ooit gekregen van fans. Met mijn naam erop. Die leg ik daar lekker overheen. Zo. Nou, mijn slaapkamertje is weer helemaal mooi. Oei. Ja. Hallo, het is tijd om naar de kapper te gaan. Dus ik ben met Sanke. Ik ga naar binnen. Goedjes omhoog. Zalig. Het leukste moment van een kappersbezoek is de warme handdoek. En dan leggen ze een verzorging in en dan leggen ze daar zo'n warme handdoek op. En dan moet ik zo een paar minuutjes blijven doen. Ik val meestal in slaap dan. Zo, mijn haartjes kunnen er weer tegen. Mooi gebrushed, mooi gezond. Ik ben blij. Goedemorgen. Ik ben eigenlijk een koffietje aan het drinken. En ik kwam op het goede idee. Het is hier in België niet zo goed weer. Dus ik dacht, ik ga eens kijken of ik zo niet ergens een reisje kan boeken of zo. Dus, ik ben aan het kijken welke leuke reisjes er allemaal te koop zijn. Ja, ik heb een paar dingetjes in mijn hoofd die ik zou kunnen doen. Maar ik ben er zo nog niet helemaal uit of ik een citytrip zou willen doen. Of echt zo aan het strand gaan liggen, in de zon, in bruine. Ik ga daar nog eens even over nadenken. En ondertussen ga ik mijn koffie verder opdrinken. Oké, ik heb net een ontbijtje besteld. En ik heb, ja, wacht hè, wat heb ik genomen? Zachtgekookte eitjes met soldaatjes. Dat is echt... beste. Dat zijn zo boterhammetjes in, ja, reepjes gesneden. En die moeten dan zo doppen in de zachtgekookte eitjes op. Echt lekker. Oh my god, kijk. Dat zijn dus soldaatjes. Lekker. Alright, hier ligt echt een berg schoenen en ik kan gewoon niet kiezen. Oh, ik heb hier ook nog. Oh, dat zijn fietsschoenen. Die gaan we maar niet gebruiken misschien.
Alhoewel, die gouden, dat zou ook nog wel kunnen. Maar nee. Nee, ik ga toch hier iets uitkiezen. Al die schoenen. Maar misschien is het weer te chic. En dan is dit ook te chic. Ik ben op de Meir en er zijn altijd superveel straatmuzikanten. En daar is ook een straatmuzikant bezig. En die meneer staat hier elke keer. En ja, ik ga die gewoon geld geven. Ik vind dat super chic dat die mensen dat doen. En zeker in de regen. Dus ik ga dat doen. Ik hoop dat je de mensen een dag hebt gemaakt.